Ze is actrice, zingt ook en presenteert en heeft een theatervoorstelling lopen genaamd Spiritus. Hoe gaat ze om met al dat talent en is ze ook nog een klein beetje zakelijk? Dat wil ik allemaal van haar weten. Eva Krutse. Eva, leuk dat je er bent. Hoe is het om talentvol te zijn? Wat een rare vraag. Wil je een andere? Hoe is het om talentvol te zijn? Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, zoveel talent, joh. Hoe ga je daarmee om? Het is echt zoveel. En het is zwaar, hoor. Ja. Dus iedere ochtend sta ik weer op en dan denk ik, oh, misschien is het nu iets minder. En dan, blijft, het, hè? Het wordt alleen maar meer. Maar serieus? Want je hebt talent. Nou, ik probeer het zo goed mogelijk te gebruiken. Dus Wist je het altijd al, zeg maar? Of was het al van kinds af aan dat je creatief talent had en daar iets mee wilde? Ja, ik was er altijd al mee bezig. Ik danste al vanaf dat ik heel jong was. En op een gegeven moment ging ik op zangles. En ik merkte wel dat als ik... Ik was altijd toneelstukjes aan het doen en zo. En mensen aan het lachen. Probeerde ik altijd aan het lachen te maken. Dus ik wist wel altijd al van, volgens mij is dit wel iets waar ik iets mee moet gaan doen. Dat wilde ik ook altijd al vanaf altijd dat ik heel al. Jong was. Kom jij uit een kunstenaarsfamilie, zeg maar, of creatieve familie? Nee, helemaal niet. Nee. Mijn moeder was fysiotherapeut en mijn vader is huisarts. Dus nee, totaal niet creatief. Maar mijn vader bijvoorbeeld is wel iemand die... Het is wel iemand die ook altijd danste. Hij kan goed dansen en goed verhalen vertellen. Het is een heel amicaal en theatraal persoon eigenlijk. Die zit wel in de genen. Ja, ik denk het wel. Hey, en kom je echt uit Simpelveld? Want ik hoorde net weer een verhaal van jou dat werkelijk niets waar is van je theatervoorstelling. Maar kom je uit Simpelveld echt, zeg maar? Of... Nee, maar ik zeg dat ook niet, hè. Ik kom uit Maastricht. Maar iedere zondag ging ik altijd bij mijn omaatje op bezoek in Simpelveld. Oh ja, dat was het. Dus ik ben niet geboren in Simpelveld. Maar ik heb daar wel een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Is dat erg? Zeg maar zo erg als dat je in je theatervoorstelling vertelt? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vond het... Ik vond het altijd heel leuk om naar mijn omaatje te gaan. Ik had echt zo'n, wat ik ook vertel, mijn programma, echt zo'n hele lieve oma met zo'n grote borsten. En jazzmuziekjes en gezelligheid en soep. Op zondag. En bonbons van Rolmotor. Dat is echt allemaal. Er zijn veel dingen wel echt op mijn programma. Kijk, soms sommige grapjes. Mag het geschript zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Al de vragen creatief, wat ik altijd nieuwsgierig ben. Hoe is jouw tijd? Lees, zeg maar, puberteit en dan met name ook school en zo. Hoe was dat voor jou, middelbare school? Heb je dan een beetje soepel doorlopen? Of was dat een hel? Of heb je hem niet eens doorlopen? Of, Dat heb ik gewoon prima doorlopen. Ik heb gewoon eerst de HAVO en daarna heb ik nog VWO gedaan. En meer omdat mijn vader zoiets had van... Doe maar, kun je al dat moet je doen, want hij wilde altijd dat ik naar de universiteit zou gaan. Om medicijnen te studeren. Ja, een grote teleurstelling van mijn vader. Nee, En toen ben je naar toneelschool gegaan? Ja, toen ben ik... Nou, eigenlijk, toen ik dat jaar dat ik VWO deed, toen was ik ook audities aan het doen om in Amsterdam naar de Kleinkens Academie en de Frank Sanders Academie. Daar had ik audities voor. En dat is namelijk een jaar duurt dat dan. Dan heb je zo november en dan heb je nog selectiecursus, een aantal weekenden. Dus dat kon ik tegelijkertijd doen. En dus toen ik net mijn diploma had, of mijn eindexamen had gedaan, VWO, 2 maanden later, was ik woem, naar Amsterdam. Vanuit Maastricht? Ja. Je hoort er bijna niks meer van dat uit Maastricht komt. Ja, een beetje nu en dan zo'n beetje zo'n zachte tongval. Ja, precies. Maar je hebt aardig, zeg maar, het Amsterdam, of tenminste het normale Nederlands geleerd. Normale Nederlands? Ja, qua harde... Nou, ik heb heel veel logopedie gehad op school. Dan moest ik echt leren met rollende R en de G. Want dat hoort in theater? Nou ja, je moet een beetje alle rollen kunnen spelen, toch? Of tenminste, dat was het idee dat Limburgs... Ik sprak heel erg Limburgs. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, ik ben daar natuurlijk gewoon 18 jaar gewoond. Dus ik had echt wel een zachte G. Dat werkt dan niet. Je kan, als je wordt opgeleid om zo om eigenlijk alle rollen te spelen. Dan zeggen we allebei heel makkelijk, ja, dat werkt dan niet. Dat is eigenlijk best stom, hè? Hoezo zou dat niet werken eigenlijk? Nou, maar het zou ook anders zijn. Kijk, als ik al mijn hele leven had geweten dat ik cabaretière zou worden, was het alweer een heel ander verhaal. Want dan maakt dat ook echt niet uit, weet je wel? Alleen, ik wilde actrice worden. En dan wil je gewoon niet alleen maar voor van God los wat zich in Limburg afspeelt. Snap je? Nee, maar dan ben je wel echt... Dan wordt het echt typecasting. Terwijl je wil het allemaal. Dan moet je ook leren om... Dat ze geen idee hebben van waar komt ze nou vandaan. Want ik zei al, van actrice, cabaretier, wat bij het liefst, zeg maar?
Want je doet best, je bent veelzijdig bezig, toch? Je staat in het theater, je doet presentatiewerk. Doe je ook niet verkeerd trouwens. Ik zag je ergens op een of ander pitch-achtig videootje was je aan het maken. Was je gewoon aan het interviewen en zo. Ja. Je schrijft, je doet, je zingt ook niet onaardig. Wat vind ik het leukst? Een stomme vraag. Ook weer niet. Wat ik zo fijn vind aan cabaretieren zijn, aan die programma's die ik kan maken, is dat ik daar heel veel dingen in kwijt kan. Dus ik kan en spelen, de personages die ik speel. Ik kan verhalen vertellen. Ik kan schrijven en muziek maken. Zingen. En zingen. Dus toen ik erachter kwam dat ik dat wilde doen, toen ik dat voor het eerst ging doen, toen viel voor mij ook echt heel veel op zijn plek. Omdat ik dacht van, hier kan ik het allemaal aan kwijt. Maar ik vind het heerlijk om af en toe te draaien voor een leuke serie of af en toe te presenteren, dat soort dingen te doen. Ja, maar en cabaretière, zeg maar, zo'n voorstelling als wat je met Spiritus nu doet, dat is bijna de kern op dit moment of zo. En dan daaromheen andere dingen doen vind ik leuk. Maar zo moet ik het een beetje plaatsen. Ja, zeker. En dat is ook tijdtechnisch. Ik speel bijna 4 keer in de week vaak. Dus het is ook, dat is gewoon wat je doet. Want leg eens uit, voor veel mensen kijken veel ondernemende types. Niet alleen maar ondernemers hier naar deze programma's, maar wel ondernemende types. Hoe ziet zo'n... Want jij gaat werkelijk... Hoeveel theaters heeft Nederland? 3000 of zo, denk ik. Tering Jantje. Maar jij staat echt, als je jouw playlist op evenkruts.nl moet mensen, want ze moet wel naar de voorstelling toe straks. Mm-hmm. Echt, ik heb me kapot gelachen, werkelijk. Maar jij staat overal, hè? Maar hoeveel voorstellingen doe je? Nou, ongeveer 160 per voorstelling. Dus ik heb nu, en dat is dan wel verdeeld over 2 seizoenen. Dus dan. Ik zit nu in de reprise van Spiritus, dus mijn tweede programma. En ik heb nu tot en met maart heb ik gespeeld, een half jaar. En nu ben ik net weer begonnen, 3 weken. Weer tot maart. En dan speel ik weer tot maart. En dan speel ik weer rond de 80. Ja. En elke keer leuk? Iedere keer weer even leuk en briljant. Wat vind je? Nee, want ik ken het een klein beetje, want ik sta ook wel eens op een podium. En wat ik altijd zo moeilijk vind, is dat de chemie met de zaal. Ja. Want voor de rest, zo'n programma zit rete strak in elkaar. Ik kan me voorstellen, bijna elke seconde van jou. Het ziet er heel spontaan uit, maar het is gewoon, een voorstelling. Mm-hmm. Maar het publiek reageert volgens mij elke keer weer anders, hè? Ja. Is dat, hoe ga je daarmee om? Kun je dat sturen? Ja en nee. Kijk, soms... Ik heb nog wel eens avonden dat het voor mijn gevoel in ieder geval niet is gelukt. Of dat het niet helemaal lukt. Hard moet werken. Oh, dan is het super hard werken. En soms is het zelfs, ik had laatst een avond waarin het soort van... Ene moment waren ze helemaal mee en dan was ik ze weer kwijt. En dacht ik, wat de fuck is er aan de hand? Ja. En dan waren ze er weer. En soms kan het ook... dat is heel moeilijk om je vinger erop te leggen. Want het kan ook bij mij zijn. Het kan ook zijn dat ik de energie niet helemaal goed verdeel. En soms is het ook... Of de zaal. Of de zaal. Kijk, het is wel... Over het algemeen is het zo dat op het moment dat... Hoe meer mensen er zitten en hoe voller de zaal is... Hoe lekkerder eigenlijk de voorstelling gaat. Omdat het steekt elkaar ook allemaal een beetje aan. En het is gewoon, het gaat natuurlijk ook over energie. Het is een soort van energie die plaatsvindt. Ja, en de lachen rond lekkerder. En het verschilt ook heel erg qua plekken in Nederland. Soms zijn ze ook wat boerser. Hè? Dan is het wat meer afstand. En Brabant merk je toch dat ze dat is wat losser. En dus zo verschilt het, verschilt iedere keer weer totaal qua zaal, ja. Hoe werkt het zakelijk, vroeg ik mij af. Want jij doet in zo'n seizoen doe je dan 80 voorstellingen. Kun je eens in het kort uitleggen hoe zoiets ondernemerstechnisch werkt, zeg maar? Boekt het theater jou of gaat daar, zit er lekkers uit? Ja, ik zit bij een impresariaat. Ja? En een impresariaat is eigenlijk een soort management binnen de theaterwereld. Ja? En een impresariaat heeft een aantal artiesten. Ja? En die doet alle boekingen. Dus... zij gaan langs de theaters en ze zeggen van, wil je graag Eva? Ze heeft nu een hele mooie nieuwe voorstelling. Zou je die willen boeken hier? En het theater betaalt gewoon aan het impresariaat. En dat betaalt weer door aan mij. Dus het impresariaat is eigenlijk het management die alle voorstellingen boekt. En daarnaast heb ik nu sinds kort ook een agentschap. Ja, het zijn allemaal termen, hè? Maar nee. Agentschap is eigenlijk degene die daarnaast alles regelt en die me ook helpt met het produceren van voorstellingen. Ja. Dus ik heb mijn eerste 2 voorstellingen heb ik zelf geproduceerd. Ja, omdat je ook, je begint net en ook
je hebt nog niet zoveel geld. En je, dus je moet het allemaal, toen moet ik het allemaal zelf doen. En nu heb ik iemand die mij echt daarmee gaat helpen. Met het volgende programma. En die maar die nu, moet je ook weer betalen. Ja. Ja, dus dat werkt met percentages. Denken, werkt dat ja, precies. Want ik zat te denken, van als ik dan gewoon... Je hebt een Janneke simpel rekenen. Dan zit ik in zijn zaal. Nou, hoeveel man zat er in Amstelveen? 100? 150? Zoiets? Weet jij het nog? Nou, laat het... Ja, zoiets denk ik. Ja, nou, 150. Zeg 150. Zeg 100. Zeg 100. En ik had, volgens mij in mijn hoofd had ik 16 euro betaald. Ja. Dat is 1600 euro. Ja. Omzet. Dus dat is wat er binnenkomt. Ja. Moet daar theater vanaf? Want die drankomzet, neem ik aan dat jij dan, dat zal van hun zijn. Dus ik bedoel, dat moet theater moeten vanaf, dan moet dat impresariaat er vanaf. Verdien je dan wel geld? En jou, want je doet niet alleen. Je hebt een muzikant die nee, naast je staat. Met z'n drieën. Wat is die derde heb ik niet gezien. Technicus. Techniek. Ja, okay, de technicus. Ja, want het is wel op de seconde ja. Timen. Verdien je dan wel wat? Ja, nee, sowieso wel. En het verschilt ook per zaal. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld mijn eerste programma, Bankzitten. Daar heb ik... volgens mij wel Kiet mee gespeeld of zo. Maar dan heb ik ook, dat was gewoon 2 jaar lang investeren. Het is gewoon eigenlijk hetzelfde als je een bedrijf begint. De eerste 5 jaar, meestal zeggen ze, is het gewoon afzien en investeren. En deed ik gewoon heel veel dingen daarnaast. Om je boterham te verdienen. Ja, precies. En om een mens te kunnen betalen. En nu begint dat allemaal. Nu sta ik ook in soms grotere zalen. Dus ik ga nu een beetje zo naar de middenzalen en zijn ook vaak van 300-400 man. Dan begint het en af en toe echt een uitschieter. En Maastricht, mijn hometown, ja. Zijn 940 man. Pas op, nou, met je grapjes. Pas op met je grapjes dan, hè? Ja. Pas op met je grapjes. Nee, maar het verschilt heel erg. En dat begint nu wel steeds meer te komen. Maar ben je ambitieus? Ja. Wat is ambitie voor jou dan? Ik weet wel wat ik wil en ik werk heel hard om dat te bereiken. En, wat is dat dan? Volgens mij, mijn grootste ambitie eigenlijk voor mij is dat ik wil gewoon mooie programma's maken. Maar ik ben daarnaast ook wel, dat ik denk van ja, ik wil er ook gewoon geld mee verdienen. En ben daarnaast ook wel ondernemer, snap je wat ik bedoel? Dus ja. Ik heb er heel veel liefde voor, maar ik heb geen zin om bij mijn vierde programma nog steeds kieten. Dat slaat nergens op. Het is niet een dermate roeping dat je niet anders kan, dat je ook al verdien je er niks mee, dat je het blijft doen. Er zit wel een zakelijke insteek achter. Ik denk dat het gewoon dan niet meer leuk is. Ik denk dat welke roeping ook, op het moment dat je er niet de waardering van krijgt, dan gaat het niet zozeer om geld. Maar dat geld is ook een vorm van energie en iets wat je ervoor krijgt. Ja. Het is tegenwoordig waarde. Ik denk wel dat het een soort roeping is in de zin van, ik zie mezelf niks anders doen. En ik geniet er heel erg van. En ik heb ook de eerste jaren, ik heb nooit iets gedaan om financiële redenen. En ook daar nooit over lopen zeiken of zo. Het feit dat ik er niks mee verdiende. Ik dacht gewoon, nee, dit is wat ik wil. En ik ga gewoon door. Ik weet niet hoe het was geweest op het moment dat nu mijn tweede programma... en het was nog allemaal moeizaam en zo. Ik weet niet of ik dan nog 10 jaar zou hebben doorgeploeterd. Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Want waar wil je naartoe uiteindelijk? Wat is je stip op de horizon? Carré. Heb je dat niet gestaan? Nee. Nog niet. Met mijn solo-programma? Nee? Nee. Willen ze nog niet hebben? Nee, ze willen me niet hebben. Ik krijg het ook nog niet vol, hoor. Dus ik zou het ook niet moeten doen. Ik zou hele, hele duur. Maar stel dat je dat dan bereikt over 2 jaar. Mm-hmm. Over 2 jaar? 5 jaar. Nee, meestal moet je dat is zo'n goeie procesje. Hè? Dat vind ik ook, hoeft ook helemaal niet van mij. Ik vind dat gewoon... Ik vind dat leuk om dat ergens zo neer te zetten. Omdat dat lijkt me fantastisch. Omdat ik het een fantastisch theater vind. En omdat ik ook weet dat als je daar staat op een gegeven moment... Dan heb je het gewoon... wel ver geschopt. Dan heb je gewoon, is het je gelukt om de mensen aan je te binden en om programma's te blijven maken die succesvol waren. En dan betekent ook ik denk dat een heel groot gevoel van vrijheid is. Dat je dan denkt van, dat betekent... Ook eng, want als je dat stel dat je het bereikt, wat dan? Dan is het klaar. Dan stop ik. Dan ga ik 6 kinderen bakken en dan... Oh ja, dat moet ook nog. Ja. Oké. Okay. 6 kinderen bakken ook eigenlijk. Wat is jouw... Heb jij een soort... Ik heb het idee... Nee, je moet niet antwoord geven. Je moet de vraag stellen. Heb jij een bedoeling met jouw voorstellingen? En je had een idee.
Nee, ja, ik heb daar een mening over. Maar dat is natuurlijk stom. Als ik als interviewer mijn antwoord zelf gegeven, dan heeft de vraag geen zin meer, snap je? Nou, ligt eraan als je een heel goed antwoord geeft. Nee. Jij geeft antwoord. Oké, wat is of ik een bedoeling heb? Ja. Of een boodschap of een whatever. Ja, ik denk dat het sowieso wel een... de bedoeling is... Ik hou ervan om mensen een beetje te verwarren. En toch op een soort spiegel voor te houden. Mezelf ook trouwens. Maar dat te laten zien. En daarnaast gewoon ik wil een leuke avond bezorgen. En ook ontroeren. Veel, hè? Nee, maar ja, dat zijn wel dingen die ik... Ik vond het lachen zo. Ik heb het nu zelfs een paar keer dat als ik met jou zit te praten, dat er weer wat scènes omhoog komen. En dat ik zeg maar bijna weer enorm moet. Je hebt ontzettend de lach aan je kont hangen. En dus ik had zoiets van, je hebt ook mensen die ADHD, Jochem Meijer, die heeft volgens mij ook echt zoiets van, jongens, moet gewoon gelachen worden. En verder heb ik niet zo'n boodschap of zo. Dus ik vroeg me af of jij dat ook hebt, of dat er toch nog, of het er inderdaad een soort, ja, je hebt ook de cabaretiers die een politieke boodschap hebben, of die weet ik veel, willen schofferen of confronteren. Maar ik heb bij jou zoiets van, het is ook vooral enorm veel plezier wat je hebt. Je hebt enorm de lach aan je kont hangen. Ja, ik weet niet. Ik denk dat... ik vind het... Ik bedoel, ik maak cabaret, dus op het moment dat mensen niet zouden lachen, dan zou het helemaal mislukt zijn. Ja. Alleen vind ik het wel leuk om dat op een manier te doen wat... bijvoorbeeld, eigenlijk is het niet eens zo super grappig, de personages en zo. Kijk, ze zijn grappig om wat ze... heb ik er nu al te lachen. Ik heb er een beetje. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n tennisvrouw of zo. Ja, weet je wel, dat is een tennisscène... En het is eigenlijk diep, diep triest wat zij is. Ze is eenzaam en ze is... Maar door wat zich... Door hoe ik die scène heb gemaakt... Vermoeiende scène ook. Wordt het grappig. Maar, ja. Maar eigenlijk is het diep triest. Ja. En dat vind ik leuk. Ja, ja, ja. Dat tragicomische. Ja, dat tragicomische. En dat vind ik lekker. Op het moment dat we denken van... Oh, wat sneu. Maar ja. Jezus, wat... Ja. Dat je die dubbele emoties voelt met dingen. Dat vind ik altijd kicken. Wat inspireert je? Waar haal jij de inspiratie vandaan? Overal. Ja, nee, echt overal uit het... er zat een pleisje hier. Niet dat je denkt van... Overal. Het leven. Maar... Nee, maar echt... Ik kijk heel veel films en ik lees boeken. En ik ga naar musea. En zo. En gewoon van om me heen. Met vriendschappen, met... Dingen die ik zie op tv. Alles is input. Dus ook alles is. En hoe zet je dat om naar output? Heb jij notitieboekjes of spreek je dingen in? Of hoe werkt dat? Ja, mijn telefoon is eigenlijk mijn dus ik heb één notitie en dat is gewoon. Volgens mij heet het zelfs grapjes. en als er dan iets gebeurt, dan typ ik het in. Maar meestal heb ik een memo. Dus dan, en dat is ook beter, want heel vaak schrijf ik één zin op in mijn notities. En dan lees ik het na terug en denk ik. Ik snap er niks van. Terwijl als ik het meteen. Uitspeel of als ik meteen zeg van oké, dit is de situatie, er komt zo'n vrouw en op een gegeven moment en als soms hoor ik daar ook echt al een persoon bij, dus dan of heb ik iemand ontmoet waar ik dacht dit accent moet ik echt onthouden en dan ga ik dat heel goed beluisteren en dan ga ik dat proberen zo te oefenen en dan probeer ik het ook meteen op te nemen zodat ik het ook weer terug kan luisteren en weer dat de tongval of zo kan pakken of dat fysiek of nou ja. Twee vragen nog. Je doet wel wat met televisie en zo ook, toch? Ja, ik kijk niet zoveel televisie, maar hoe vind je dat? Leuk. Nou ja, dat vind ik heel leuk. Het ligt eraan wat het is, hoor. Ik bedoel, ik doe niet heel veel tv. Ik heb wel eens gastrollen en dan vind ik het heel leuk om... Ik vind het draaien op zich heel leuk. En op tv... Ik zit nu in een programma dat heet Beste Vrienden. Dat vond ik heel leuk om te doen met een van mijn beste vriendinnetjes op reis... En dan daar gingen we allemaal activiteiten doen. En dat soort dingen vind ik heel leuk. En ik ben ook zelf wel bezig met het bedenken van dingen die ik graag zou willen doen. Hm. Wat zich meer leent voor tv dan theater. Zoals? Ja, dat kan ik dus nu niet zeggen. Nee, ik heb nu... Wat ga je met Caroline Borgers doen? Ja, precies. Dat? Dat.
Maar ja, dat, ja, we willen... Kijk, mensen zijn we nee. Doe eens vertellen. Nee, maar dat... Is dat voor televisie iets? Dat kan ik echt niet... Ja, dat is voor tv iets. En dat, ja, dat, maar daar kan ik echt nog niks over zeggen. Maar zijn jullie dat zelf aan het verzinnen? Of zit er al een producent bij? En, nee, wij zijn dat zelf aan het verzinnen. Maar we hebben wel al... en we gaan dat dan nu pitchen met een aantal productiehuizen. En we hopen in januari een pilot kunnen gaan draaien daarvan. En dat is eigenlijk echt het enige wat ik erover kan zeggen. En ik zit trouwens ook met haar in dat programma Beste Vrienden. En daar is ook een beetje zo... We waren al goede vriendinnetjes. Maar dat was samen ook tv maken. Toen dachten we, hey, dit is leuk. Dit werkt volgens mij wel. Nou, dan moet je het ook niet posten online. Dat je samen iets gaat doen en dan A zeggen, maar geen nee, B. Nee, stom hè? Ja. Ja. Goed, dan weet je nu nog niks. Alleen dat er een, maar het zal met lachen te maken hebben ook weer. Of wordt het tragisch iets? Nee, nou, ik denk het is een mooie combi daarvan. Hè? Want volgens mij, dat is waar ik van hou. Mag ik jou danken dat je mijn gast was. En mag ik de kijkers oproepen om absoluut naar Spiritus. Waarom heet het eigenlijk Spiritus? Heb je even? Nee, moet... waarom heet het Spiritus? Haal je dat er niet uit in de voorstelling? Nee, kut. Nee. Maar vertel het maar. Nee. Het is... Nee, je moet meestal moet je 2 jaar van tevoren moet je al een titel hebben. Ja. Zo'n onsexy antwoord. Ja, dus. En ik vond het een hele mooie titel. En het betekent spiritus, hè? Het is de geest. En het is ook schoonmaakmiddel. Ja. En eigenlijk was het idee erachter was het feit dat het schoonmaken van de blik, waardoor je weer gewoon helder naar buiten kan kijken. Met spiritus. Met spiritus maak je glas schoon. Ah, wist je niet, hè? Ja, vroeger. Je moest vaker... Ja, mijn spiritus maakt glas schoon. Ja, dus het ging eigenlijk over je de blik weer... Helder. Spiritus dus. Dankjewel voor het kijken. En kijk voor alle afleveringen op 7ditjes.tv. Download onze app. Die is klaar voor iOS 10. Dus je kan echt overal kijken wanneer en waar je maar wil. Dankjewel. Hoi.